Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter WK Zwerkbal, de laatste voor dit jaar. De laatste aflevering van 2023, de volgende aflevering zitten we alweer in 2024. Het is niet te geloven dat ik kan tellen, holy shit. We hebben weer, net als de eerste wedstrijd met Australië, de TOS gemist, of de throw-up. En gaan we nou voor het eerst deze serie achterstaan? Nee, gelukkig niet. Het enige voordeel van het op een moeilijker niveau spelen is dat je dus... ik wou zeggen veel meer kans hebt op een hele goede combo goal. Waardoor je heel veel snaaieruimte krijgt. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Want die snaaieruimte is het belangrijkste om de snaai uiteindelijk te kunnen vangen. Het kan nog steeds voor het eerst deze serie achterstaan, maar dat gaan we niet laten gebeuren natuurlijk. Nou, een 6 combo dan? Oké, een 6 combo is een lekkere start. Kijk. Daar zijn we blij mee. We hadden trouwens in de eerste wedstrijd tegen Frankrijk geen enkele team special move, van beide kanten niet. Net als in de Comet 260 wedstrijden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, waar dat van ligt. We hadden in de Nimbus 2000 wedstrijden hadden we best wel veel team special moves. Eigenlijk twee per wedstrijd. En nu is het tot nu toe nog 0 in Nimbus 2001. Dus ik ben benieuwd of dat nog heel erg gaat veranderen. Oh, dit was zonde. Nou, het leven is niet zo mooi, man. Oh, god, samen. Oh, Sun. Nou, maar zo. Oh, ik dacht dan maar zo een goal, maar dat viel ook vies tegen. In ieder geval, we hebben nog steeds niet achter gestaan, dus dat is uiteindelijk een mooi doel om over na te denken. Om gewoon niet achter te komen. Alleen ja, ze zijn een stuk beter. Daar ben ik wel blij mee. Dat maakt het ook iets interessanter, tenminste om te spelen maakt het interessanter. Om te kijken zal er niet heel veel verschil in zitten, denk ik. Oeh, kijk, nu krijgen we denk ik tegen goal. Oh nee, net niet. Oeh, wel meteen een beuken. Die kunnen we gelukkig blokken. Kut. Ik had een combo 7 kunnen krijgen. Dat zou zo'n lekkere combo goal zijn. Dit is trouwens de eerste wedstrijd van Engeland deze competitie, want ze hadden de eerste ronde waren ze vrij. Ze kunnen ervoor zorgen dat ze nog steeds op 0 punten staan na 2 wedstrijden. Dan ben je al echt een loserboy team. Dan kan het bijna zo zijn dat je PlayStation 5 hebt, zo loserboy dat ze dan zijn. Mooie combo 5 goal, daar zijn we tevreden mee. Hoppatee. Oh, dit ging niet goed. Exactly where the team needed to play. Oh, nee, ze staan niet meer op 0, maat. Wat een onzin. I want a recount. Damn it.
Hey, score dan, jonge bitch. Ik zag hoe dichtbij je bij de goal stond. Hoppatee. De keeper is een stuk beter, dat merk ik wel. Want deze goal had sowieso een andere... Die dichtbij goal, die had zeker gezeten in de andere niveaus. Dus dat is op zich leuk. Dat er wat meer moeilijkheid graden in zit. Ik zie, de keeper heeft die nu ook al. Nice, dat vind ik alleen maar leuk. Maar jammer dat ik ze niet op nul heb kunnen laten staan. Nog steeds geen team special move gehad deze competitie. Oké. Kom op. Het is zeker over. Lekker, ring. De Quidditch World Cup. Volgende wedstrijd tegen USA. USA. Australia. Lekker. Een combo 6 om de wedstrijd mee te starten. Hoppatee, opschietie. Nu kunnen we een goede combo zetten. We zitten nu op combo 5, combo 6, combo 7, combo 8, combo 9. Oh mijn god, dit is een hele vette. Een combo 9 goal, volgens mij is het een record deze serie. Thank you.
Merca. Now, let me with raised. Work past. Lekker. Kijk. Hoppatee. Lekker. Oké. We gaan ze pakken. Hoppatee, gevangen. Lekker, man. Helaas geen tovenaarskaart. Die hadden we wel kunnen gebruiken. Maar helaas. Volgende is Frankrijk uit. Hey, we hebben Frankrijk thuis al gehad, nu meteen Frankrijk uit. Vind ik wel een beetje raar aan deze game. Het is de vierde wedstrijd, we moeten nu al tegen een land waar we al tegen gespeeld hebben. Maar moeie duurt moeie. Hello there. Lekker, combo zesje. Okay. Ik hoop wel echt dat we 65 kaarten hebben aan het einde van deze competitie. Anders zou het super kut zijn. Niet dat het per se nodig is om die laatste met Bulgarije te doen, maar het is wel leuk om even met die een lockable te spelen. Combo 7 goal. Nice. Kijk op het heen. Bullet pass.
gaat. Oké. Boom. Lankering. Nee. Oh jee, een tegengoal. Daar houden wij niet van. Home run. Combo 7 goal, nice. En meteen de snaai. Dit was een kortere wedstrijd voor mijn gevoel. Zou dit ook bij kasteel van Bobaton liggen, dit stadion? Oké, dank je. Zip, 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 zip. Ja, lekkering! Victorious, victorious! We zijn victorieus. Oké, volgende match tegen Germanië. Hello there. Oh. Duitsland heeft hem gepakt en dat wil ik helemaal niet. Nee. Troy Mallet Moran. Nice. Hoppatee, hoppatee. Keep you mean. Maak hem af, hut. We zijn nu even wat combo goals aan het maken, dan schiet het weer een beetje op. Score, score, Gryffindor, score, score, Gryffindor. Tegengoal te maken. Ik ben verschrikkelijk woedend. Of niet, Rusty? Ben je ook verschrikkelijk woedend? Laat het achter in de comments.
Flickering! Hoppatee! Bommetje! Yo, een back-to-back bludger. Pak hem af. Helaas. Kut. Verdurie stempelt. Nou. Leave Britney alone. Lekker, en de snaai is free. Laten we die snaai even vangen. Daar maken we iedereen blij mee. Yeah! We hebben zo'n mannetje gewonnen. Dankjewel voor de snijvanging. Hebben we nu toevallig een... Ja, we hebben een Quidditch card gewonnen. Nice. Oh, laten we eens een keer 7. Niet 8, maar 7. En natuurlijk ook de aflevering beëindigen. Laten we even kijken. We zitten nu, want hier zit hij dan nog niet bij. Want we staan inmiddels ook al een tijdje eerste. 62 tovenaarskaarten. Om precies te zijn. Nog 3 te gaan om Bulgarije te unlocken. We moeten even kijken of dat gaat lukken. En als het niet gaat lukken, ja, dan moeten we met een ander team de vuurflits moeilijkheidsgraad gaan doen. Maar dat zien we over een aantal afleveringen. Heel veel plezier met Oud en Nieuw. En tot volgend jaar. Adios, amigos.